strak in het harnas. Nog niet, maar dadelijk wel. Komt wel goed. Marcel fixt dat wel. Yes. Ja. Waarom gaan we springen? Voor mijn verjaardag eigenlijk. Vorige week nog. Of van harte gefeliciteerd. Hoe oud ben je geworden? 29. Ja. Hey, Kel, goedemorgen. Ik moet wel zin in, bucketlist dingetje. Jazeker. Wie is de boos doen daar? Stef. Ja. Oh, die gaat ook gewoon gezellig mee. Ja, meestal zeggen ze namelijk dat ze niet durven. Hij vindt wel spannend. Ja, vaak haken ze dan ook af. Dus ja, Hij is ik hoor het al. Nee, Marcel Schouw ondertussen aan het fixen. Die gaat zo meteen, die gaat met ons mee, zo gezellig. Ja, precies. Hoe meer mensen, hoe meer vreugde. Ja, toch? Ja, dat zeg ik ook altijd. Toevallig. Zenuwen een beetje onder controle? Nee, ik laat het gewoon afkomen, ik zie het wel. Ik heb nu nog niet het idee dat ik dadelijk uit uitspringt. Misschien denk ik dadelijk... Nee, ik ga uiteraard mee voor de video. Ja, dus heel leuk. Ja. Om zo meteen voorliggende vrijval, dus duim op steken. Vind ik hem helemaal knap. Nice. Ja. Ik zie hem uit het vliegtuig. Ja, dat is goed. Tot zo.
Maria, welkom terug. Dankjewel. Hoe was dat? Ja, heel gaaf. Hey. Ik dacht eigenlijk zo. Ja. Leg er lekker relaxed bij. Ja, dat klopt. Ja, ik geloof het uitzicht. Ja, maar, supergoed. Nee, ja, ik Hoe was die vrije val? Vet. Ja, heel bizar op het begin, maar wel... je bent eraan, dus ik klinkt raar. Nee, ja. Ja. Maar ja, nee, toch? Goed zo. Ja, nou weten we waarom we drieën, waarom we meerdere keer per dag gaan. Ja. Dat had volgens mij geen beter cadeau kunnen zijn, of wel? Nee. Echt gelukkig, dus dingetje, en ik ben er heel blij mee. Goed en hij zo. Heeft hem ook geflikt. Dus, ja. High five, dankjewel dat je mee mocht. Yes, jij ook bedankt. Ik ga afscheid van je nemen. Yes. Tot de volgende keren. Volgende. Doeg.